Bij de Wezel in Zwolle is verheugd gereageerd op het nieuws. Voor de Zwolse werknemers van de sociale werkvoorziening zijn de tijdelijke banen veiliggesteld. Natuurlijk is Wezel zeer blij met het nieuws dat 51 mensen van de 128 die een tijdelijk contract hebben en die dreigden hun werk te verliezen, dat die 51 mensen nu zeker zijn over hun werk. Maar Wezel werkt ook voor Zwarte Waterland, Dalfsen, Hattem en Raalte. En daar werken nog eens 70 mensen met een tijdelijk contract. En we hopen van harte dat het besluit van Zwolle om hierin overstag te gaan ook die andere gemeenten zal verleiden hetzelfde te doen. Maar dat is afwachten, want voor de Wezo-medewerkers met een tijdelijk contract uit andere gemeenten is de toekomst alles behalve zeker. Eén van hen is Willem Roeke uit Heino. Voor hem staat de baan nog steeds op de tocht. Ja, dat is gewoon niet leuk, dat is gewoon shit. Ja, ik krijg elke keer een onderbreking, want ik heb dat eerder gehad. Toen ben ik ook 4 jaar thuis geweest. En dat is gewoon niet leuk. Je mist van alles. Sociaal, met je collega's. Het is gewoon hartstikke leuk hier. En ja, dan nemen ze allemaal af. Er zit voor Willem niets anders op dan af te wachten of de gemeente Raalte het voorbeeld van Zwolle gaat volgen. Ja, dat hoop ik zeker, ja. Ik heb gehoord dat ze er ook wel een beetje over denken of zo. Maar ja, we hopen het echt. Ik vind dat ze te makkelijk met mensen omgaan op de verkeerde manier. Jij weet dat het lastig is om werk te vinden. Ja, natuurlijk. Als je 60 jaar bent of 50 jaar ben je tegenwoordig al oud. Dus ja, dat is gewoon niet makkelijk. De directeur van de Wezo in Zwolle denkt dat het allemaal wel goed komt. Want het verlengen van de contracten is voor gemeenten financieel gunstiger dan ze te beëindigen. Bij beëindiging lopen ze op termijn namelijk de rijksbijdrage mis. Ja, wij ontvangen voor elke medewerker via de gemeente Zwolle en andere gemeenten een financiële bijdrage. Die is op dit moment ongeveer 25.000 euro groot per jaar. En die neemt af naar 23.000 euro. De gemeente meende dat ze die gelden slimmer op een andere manier kon inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bemiddelen. Maar had naar onze mening onvoldoende in de gaten dat als zij deze mensen geen vast contract zouden gunnen, dat ze die gelden al na 1 jaar zouden gaan verliezen. Dus vanaf 2016 zou de gemeente Zwolle, maar ook andere gemeenten, dat geld niet meer krijgen. Door het nu te labelen aan deze medewerkers van Wezo, is de gemeente Zwolle er in lengte van jaren van verzekerd dat deze gelden naar Zwolle komen. Dus wij hopen van harte dat het besluit van Zwolle de andere gemeenten zal motiveren hetzelfde besluit te nemen.